Ze hebben ketens echt al sinds eerste kerstdag niet meer gezien. Komt er die foto, die is fake. Maar Rick, help me even weten. Dit is de koningin van de aanstaande koningin van Engeland. Hè? Ja. Daar zitten ook wat mensen omheen, toch? Er zit een apparaat omheen. Zou je denken? Die hebben toch een rijksvoorlichting. Dat bedoel ik, ja. Zoiets, inderdaad. Ja. Kensington Palace. En Kate gaat een beetje zitten shoppen thuis. Ja. Zij maakt heel graag zelf foto's van haar gezin. Want dan hoeft er niet de fotograaf langs te komen. Wat trouwens ook nog eens het probleem is, zeg maar. Bij ons wordt het gewoon, kun je het downloaden van koninklijkehuis.nl. Bij hun wordt het gedistribueerd door de fotobureaus. Die hebben gewoon een regel. Je gaat geen gefotoshopte foto's erop zetten. Journalistieke foto's, geen fake news, geen fake foto's. Dus die hebben ook al die foto's offline willen halen. Want ja, dit is gewoon duidelijk fake. Maar wat is er nou met haar aan de hand? Dat moet jij weten als kenner. Ze heeft ik denk dat ik het weet. Ja? Nou? In Liesbreuk met een met een darmklem, denk ik. Ja, dat denk ik ook, Bas. Ja. En de een herstelt er sneller van dan de ander, toch? Ja. Of niet? Ja. Maar wat is er nou aan de hand, man? Wat is dit voor mysterie allemaal? Ze heeft inderdaad een operatie gehad, half januari. Ja, ze vindt het weer leuk, hè, daar. Ze zit weer als artsen, toch? Weet u misschien welke operatie ze heeft gehad? Ja. Nee? Oké. Okay. Maar er wordt gezegd dat het misschien wel het verwijderen van de baarmoeder is geweest. Maar andere geruchten zeggen, ze heeft een kind gekregen van prins Harry. Oh. De geruchtenmolen draait overuren daar in Engeland. Maar we hebben het over, zeg, wat is het nou toch? Zou dat niet kunnen dan? Dat zou natuurlijk kunnen. Oh, oké. Okay. Nee, dat bedoel ik het. Ja, maak het een beetje belachelijk. Zit je nu mijn serieuze baan even in twijfel te trekken? Nee, ik zit ademloos te luisteren. Job kreeg nog een berichtje van zijn vrouw of een Robbie, toch? Ik krijg met een appje, ja. Ja. Ik vind die Kate wel een leuke vrouw om te zien. Ja, maar ze is vlees nog vis. Het is dood en doodsaai. Ik zou er tevreden mee zijn. Megan stort het van het. Dat lijkt me heerlijk. Een saaie vrouw. Heerlijk, zeg. Vlees nog vis? Die de mond dicht houdt. Ja. Zalig, man. Ja, heel af en toe is nodig is even open, doen. Ze is perfect. Ze is perfect voor de saaie Engelse monarchie. Dat wel, ja. Nou, lekker dit verhaal.